Welkom bij deze uitsturing van Oscar Televisie. In deze uitsturing een wijdwaardige impressie van Koninginnedag op een jouwer. En in de wat video van deze week vragen we jou of 62 jaar na dato het nog voor zin had de deren uit de Tweede Wereldoorlog te bedenken. Of met de zestadig aan wat oors voor in plaat komen. Maar we beginnen met Koninginnedag. Volgens mij ben ik er. Hartstikke best. Hey, dankjewel. Hè. Liefd. Waar gaat u dat schilderij ophangen? Ik denk in de kamer. Huh? Ja. Mooi plekje. Mooi steekje in de hoek. Nou. Voor dat geld? Jazeker, is geen miskoop toch? Kijk eens verder op. €3 hebben we. Nee, er staat erop. Oh. Een Indiaan. Kun je het erop krijgen? Ja. Nee, dat mag geen geld. Je bent gek op Indianen? Wij zijn gek op Indianen, ja. Het moet je aanspreken. En als het je aanspreekt, ja, dan moet je het maar kopen. Hè? U las vroeger ook boeken van Arend, zoveel witte veder? Zo gek nog niet. Nee. Het is echt impulsief gekocht. Koninginnedag in Jouweren. Ja, Koninginnedag in Jouweren, ja. Nou, wat vind je ervan? Ik vind het hartstikke leuk. Ja? Dus, we komen zelf uit Heerenveen. En vanochtend liepen we dus in Heerenveen. En op zich vind ik het hier gezellig, hè? Jawel, hè? Want het zijn allemaal kraampjes en zo. En dus vind ik wel... in Heerenveen heb je alleen de markt, maar voor de rest staat er niet zo heel veel. Als ik dit op heb, dan wil je even proberen. Ja, oké, doe maar. Koninginnedag in Jouweren. Nou, gezellig. Ja? Hartstikke gezellig. Heel gezellig. Dus leuke merken. Koninginnedag in Jouweren. Heel gezellig en heel druk. Honigs te koop. 1 euro met drinken. Heb je wat te koop? Ja. Heel veel. 40 euro. Maar je hebt jouw drinken gratis. Voor hebben we er niet van, hoor. Maar je hebt al wat verkocht? Ja. Is het goed? Ja. Hoeveel geld heb je al in het potje? 40 euro. Nee. Ja. Nou. Ja, dat mag je mogelijk zelf horen? Ja. Dankjewel.
Zal ik zeggen, zij is een hele grote. Nou, ik kan niet met z'n drie mee. Zo. Onze kinderen kregen dat. Dat is hartstikke leuk, super. Oké, okay, ja, wat gaat je vandaag nog doen? Wat inkopen op een rommelmarkt hier. Nou, even over de met gelopen. Ja. Oké, okay, wat gaan jullie nog doen? Weet ik niet. Verder lopen. Ik ben een man in het ik ben daar bij je vlak voor in de toys. Vlak voor in de toys, aan de kant al. Ja, de lijn toen nog waar. Nou. Mooi. Ja. Koninginnedag in Jouwen. Nou, fantastisch hè. Mooi weer erbij, dus kan niet kapot. Wat gaat u vandaag nog doen? Nou, een lekker bakje koffie drinken en oranje gebakje en zo. En feest vieren, net als wat die mevrouw zegt. Koninginnedag in Jouwen. Ja. Wat gaan jullie doen? Nou, een beetje rondwandelen en zien bij de spulletjes. Gaan jullie vanmiddag ook bij de ballonnen kijken? Ja. Ja. Wat gaat hier gebeuren? Nou, wij wilden als Oranje Comité toch eens een keer iets spectaculairs doen in Jouren. En toen hebben wij Pieter ingeschakeld om een mega festijn hier te organiseren. Ja. Wat we doen is we maken een Nederlandse vlag van helium gevulde ballonnen. Er zullen ongeveer 6000 stuks worden in totaal. En dat zal boven het veld gaan zweven hier straks is de bedoeling. Afhankelijk van hoe het met de wind gaat, want er staat meer dan, dan ons lief is. Ja, dus dan moeten we even kijken hoe dat uitpakt. Is het nou alleen voor de gemeente Kasteland of wordt het ook nog elders gedaan? Ik heb geen flauw idee of het elders gedaan wordt. Dit is weer eens wat anders dan ander. Dit is de grootste vlag in ieder geval van Nederland en waarschijnlijk van Europa. Want zover bekend is, is er nog nergens zo'n grote ballon gemaakt. Dus jullie komen straks ook in het Guinness Book of Records? We hebben het aangevraagd. Maar dan moet er ook een notaris geloof ik bij zijn. Ik weet niet hoe dat verder gaat. Maar voor ons is hij voor Nederland in ieder geval de grootste ballon. Hoe ben je op het idee gekomen? Nou, ik werd gemaild door de Oranje Vereniging met de vraag of ik een leuk idee had voor iets spectaculairs te doen met ballonnen. En dat heb ik dit bedacht en ik ben later teruggebeld. Dus het was een goed idee blijkbaar. Ja, bijna.
U gaat nog verder de gemeente in vandaag? Nee, via de net. Ik ging tussen nog even wat om te doen, maar dat was net. Oké, afgelopen vrijdag was het nationale dodenherdenking. Op deze dag worden de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Alleen is het 62 jaar na de oorlog nog steeds belangrijk om deze mensen te herdenken, of kunnen we beter stilstaan bij andere problemen in de wereld? Wij vroegen uw mening hierover. Meneer, vindt u het belangrijk dat met dodenherdenking de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht? Nou, zeg, voor sommige mensen wel. Hè. Ik heb eigenlijk de oorlog meegemaakt en je kan elke dag wel herdenken. Hè. Elke dag een oorlog. Die lui die hebben gestreden voor ons land en zo. Ja, dat moet gewoon herdacht worden. Vindt u dat 62 jaar na de oorlog de dodenherdenking nog steeds in stand moet worden gehouden? Soms denk ik van niet. Maar meestal als ik het zie, dan denk ik bij mezelf, ja, het doet me toch wel wat. Want we hebben het zelf meegemaakt. Ik vind van wel, want ik vind niet, je hoeft niet alleen bij de doden van de oorlog stil te staan. Maar je kunt ook stilstaan bij de doden die in je omgeving zijn gevallen of je naasten. En dan is het misschien juist die datum een heel goed moment om daar nog weer eens een keertje extra bij stil te staan. Ja, vind ik wel. Want ja, iedereen heeft zijn eigen gevoel erbij en heel veel mensen hebben wel de behoefte om dat te uiten. En ook voor de overledenen, de veteranen, vind ik ook wel belangrijk. Want ja, er is toch aandacht voor een strijdmakker, zeg maar. En ja, ik vind het wel belangrijk dat het er is. Nou, dat vind ik gewoon een goede zaak. Dat je er wel aan denken. Ja, in de drokken bestingen, dat vind ik gewoon. Dat zit er gewoon in. Vind ik wel mooi.
Dat vind ik een hele goede zaak, om daar weer bij stil te staan. En waarom vindt u dat een goede zaak? Nou, dan staan we weer stil bij de oorlog die geweest is en die op sommige plaatsen in de wereld nog wel is. En de vrede die we zo graag willen hebben en houden, hè, hier. En waarom vindt u dat zo belangrijk? Nou, het is goed om bij dat soort wezenlijke dingen regelmatig stil te staan. In ieder geval één keer in het jaar. Dat lijkt me wel het minimum. En waarom vindt u dat heel belangrijk? Nou, om toch, nou, ik denk omdat wij, ik nog een generatie binnen die er nog wel heel vol van, van mij krijgt, hoe spakers en peppers en zo. Maar ik vind het voor de oren generatie, vind ik het ook nog heel belangrijk dat het nog herdacht wordt. Van mijn gevoel is het wel belangrijk. De mensen die dat verwijderd binnen, die mogen dat mogen wel beter horen. Maar net vierten worden. En eigenlijk, of eigenlijk hier, maar weet ik net, maar wel dat het wel in de gedachte moet doen. Waarom is dat zo belangrijk dan? Omdat die mensen hun leven ervan jongen houden om u in de vrijheid te rennen te letten. Dat we hier zo steken te praten, dat we hier allemaal rennen kennen. Ik vind het erg belangrijk dat 4 mei, maar ook 5 mei natuurlijk, in stand gehouden wordt. En wel om eraan te denken dat er voor 60 jaar terug, ruim 60 jaar terug, erge dingen in dit land en in deze wereld gebeurd zijn. Maar ook om te denken dat er nog dagelijks in de wereld oorlogen gevoerd worden. En eigenlijk zouden die oorlogen ook tot het verleden moeten behoren. Ja, ik vind het heel belangrijk dat we alle jaren toch weer even een betinking horen. Waarbij we ons herinneren dat er een heel soort mensen, 60, 64 jaar waarom, hun lippen in de waagschaal zetten hebben om ons vrijheid te verdedigen. En dat is net alleen nog het belangrijkste, want... Nou, in deze tijd zien we nog steeds dat er een heel soort mensen vechten met voor hun vrijheid. En daarom moeten we net alleen denken aan de Tweede Wereldoorlog. Maar ik in deze tijd aan alle oorlogen. Aan de mensen in Afghanistan, in Soedan, in... Nou, waar dan ik bij vochten word. En die mensen heb ik zwieren, daar moet ik aan denken. Maar vind je het niet dat het wat lang geleden is, dat het beter is dat ze nu andere oorlogen, zoals in Afghanistan en zo, gaan herdenken? Ja, maar daar hebben we niet veel doden van Nederlanders wel. Misschien op den duur wel, ja, maar ik denk dat dat nou ook al, dat nou sowieso al een hele rende zaak is. En dat het op het nijs al heel veel aandacht krijgt. En dat is natuurlijk maar de herdenkenis van de Tweede Wereldoorlog is dat eigenlijk maar niet één keer per jaar. En maar Irak en Afghanistan, dat speelt het nou al een nog. Dat is misschien in de toekomst wel, ja. Ja, ik weet het net, dat is misschien wel zo, maar dit is dus wat in Europa West is. En dat gaan wij dus maar te krijgen, hoor, wat er is. Dat is wel heel oor. Dat is wel oorlog. Maar uiteindelijk gaat het vier om je heen. Het gevoel ermee. Want je weet dat had dus iedereen met de meisje. Het is toch wat anders. Iedereen heeft toch een bepaald gevoel bij die oorlog. Dat is echt, dat mag nooit weer gebeuren. Die concentratiekampen en alles wat er is gebeurd. En dan vind ik toch wel belangrijk dat iedereen zich bewust is van wat er is gebeurd. Op zich lijkt me dat niet zo'n slecht idee. Want eigenlijk als je voor elke oorlog die gevoerd is een dag wilt houden... Dan hou je straks nog 365 dagen in het jaar over om oorlogen te gedenken. Ja. En dat lijkt me ook niet de bedoeling. Dit weer toch weg voor deze week. Behalve de normale uitsturing op sneun en snijn, wordt deze uitsturing herhellen iedere jong om 9 uur. De uitsturing kan ik besjongen worden op website www.oscar-rtv.nl. Hebben jullie tips of ideeën voor een nieuwsgierig item? Speel je dan naar de Oscar Tiplijn. 0413-41-448-48 of mail naar info@oscar-rtv.nl. Ontnijwikken.